Hey! Hallo en welkom. Leuk, je kijkt naar deze nieuwe video. Jongens, ik heb eventjes mijn koningsoutfit aangetrokken. Ik dacht, ik loop natuurlijk altijd zo vrolijk door mijn kasteel rond, weet ik veel wat, in mijn jurkje en zo. Maar ik ben gewoon de koning hier. Ik moet natuurlijk wel gewoon koninklijk uitzien. Kom, we gaan even slapen, papagaatje. Even slapen. Maar leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Weer een nieuwe content 2 aflevering. We zijn hier weer in het prachtige Kingdom content. Helemaal alleen. Oh, ik heb mijn armor niet aan. Dat moet ik misschien maar even doen. Ik ging bijna dood, joh, van die val. Ik ben zo gewend dat ik er gewoon af kan springen. Ik wil vandaag weer lekker verder gaan met mijn prachtige kerkje, jongens. Zodat ik er misschien een keertje een einde aan kan maken. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik ook nog een ander leuk idee. Maar voordat we dat ene andere leuk idee gaan doen. Kijk, op mijn schouder staat een prachtig gifje. Oh, en op mijn andere schouder staat zo meteen een vogeltje. Dit gifje, jongens, betekent abonneer. Want als je nu abonneert, heb je 37 jaar geluk. Nee, grapje, dat is niet waar. Abonneer nou gewoon. En like even. We gaan voor 3000 likes. Bij 3000 likes kan je een biljoen winnen. Nee, grapje, weet ik veel. Like gewoon abonneer. En het leuke plan is, we gaan even een Elytra en wat shulkerboxes fixen, jongens. Want ik had heel veel goede spullen. Ik had ook shulkerboxes, had ik al. En die liggen volgens mij in mijn kist gewoon. Althans, shulkerboxes. Ik had van die andere dingen waarmee je shulkerboxes maakt. Laat ik eerst even wat endermens killen, zodat ik even wat goede spullen krijg. Of wat enderpearls. Jou wil ik hier, jou wil ik hier. Ik wil jou hier. Ik zal maar even in de ogen aankijken. Jou, jou... Jou, 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 jou. Kom maar allemaal. Het is een Enderman-conventie. Kom maar allemaal tegelijk. Gelukkig zijn het er niet zoveel. Gelukkig zijn ze ook niet zo luid. Nou, hier komen jongens. We gaan allemaal even dood. Ik heb Enderpearls nodig. Ze gaan nu gewoon allemaal tegelijkertijd dood. Hoeveel heb ik er nou al? Oh, 13. Kijk, dat is goeie toeje. Jij gaat ook dood. 16. Oh, hier nog meer. Oh, wow. Wow, dit zijn er wel heel veel. Ik heb er gewoon 2 keer 16 Enderpearls. Nou, dat is voor nu al prima. Oh, hier is er nog eentje mad op me. Ja, dat is jouw probleem. Dat is niet mijn probleem dat je boos op me bent. Kan je wel zo leuk en lijp doen? Waar ga je nou heen? Kom dan gewoon... vechten. Ah! Die dingen, ze blijven eng. Nou, 1, 2, happatee. Oeh, oh mijn god, ik schrok. Ik dacht even dat ik ging vallen. Enige nadeel is... oh, die schepen zijn allebei al geloot. En allebei zijn die lightras daarvan gewoon verdwenen. Gewoon uit de game. De ene is in de void gevallen. En de andere, die was gewoon... dat was het schip geglitcht in de vorige aflevering. Of de aflevering daarvoor al zelfs. Laten we dan gewoon heel even wat endermens eerst killen. Hé, trouwens... dit is gewoon mozaïek voor in mijn kerk, jongens. Dit moet ik gewoon hebben, paars glas. Maar ik heb geen zin om alles te hakken, dus laten we gewoon verder gaan. Ik had eigenlijk even schild mee moeten nemen voor die vervelende shulkers hier. Jullie zijn zulke vervelende beesten, hè? Hoppakee. Ah, kijk, dit bedoel ik. Ah, joh, laten we rustig looten, een beetje die dingen killen. Kijk wat we allemaal kunnen vinden. Hier in de chest, dat bedoel ik. Oh, het enige is dat ik geen silk touch pickaxe bij me heb. Wat zit erin? Mending. Ah, laat die even opdoen. Heb ik tenminste een keer een goede diamond helm. Cursor. Ja, op zich wel goede toeje. Ik bedoel, het kan beter, maar het is niet verkeerd. Yeah, ik hou van deze ruimte. Is echt leuk dit. Yeah. Zo leuk dat je ook telkens de lucht in wordt geslagen door die dingen. Oh, dat ze ook makkelijk te ontwijken zijn. Ah, het had zo moeilijk geweest als ze gewoon consistent raakten, zoals nu. Kut dingen, jongen. Echt waar. Ik haat ze echt. Maar op zich, ze helpen je ook wel weer omhoog. Het is, ze helpen je en ze zijn een nadeel. Het is een beetje dubbelom. Fortune, nou dat is niet zo interessant. Goud is wel leuk. Diamonds zijn leuk, een zadel is altijd welkom. Maar voor de rest nog niet echt een hele goede toeje of zo. Nou, laat ik even de spulletjes die een beetje waardevol zijn hierin doen. Zodat ik het niet kwijtraak. Zo, de rest boeit me niet zo. Dus waarom zou ik een schep of een axe nodig hebben? Laat ik die, stel ik ga dood, dan raak ik de Rickrufter en die niet kwijt. En de Jerry, wat is het, Justenjager? Oké, okay. Oh mijn god, ik heb helemaal geen water meegenomen. Nou, laten we deze maar gewoon skippen, hier weggaan en even een nieuwe zoeken. Jongens, ik was een tijdje aan het lopen, een tijdje aan het bouwen, dat weet ik wat. En toen zag ik daar toch iets prachtigs, moet je zien. Wat is het nou, dat zo'n portal? Als ik nu zometeen iets vind, oh, dan heb ik zoveel geluk, want dan kan ik gewoon lekker door naar de portal. En de pearls moet ik wel even voorzichtig mee zijn, want die zijn bijna... no way. Ik zag dat ding. Ik had mijn opnames even uitgezet. Ik denk, ik zet ze snel weer even aan. Maar no way. Kijk hoe laag hij hangt. Wat? Oh my days. Wat een klein... en met een ding daarnaast. Dit kan niet. Dit is gewoon echt de beste mogelijkheid die ik ooit kon hebben. Een schip die echt gewoon op scheidhoogte boven de grond hangt. Een portal daarnaast. En dan een inimini. Oh my days. Dit is echt tiny. Laat ik eerst heel rustig hier even omhoog bouwen. Wat top, ouwe, dit. En ik ben echt al best wel fek. Ik ben al op min 1000 en min 3000 bijna. Althans min 2500. Eindelijk een keer een Elytra.
Die moeten we nu ook gaan enchanten, ja. Hallo. Oh, maar deze. Nee. Snel eronder. Ik heb geen zin om meegehoogd de lucht in te gaan. Dat trouwens, kan ook zo doen. Hoppakee. Pakken we die even. Dan wachten we even tot het is uitgewekt. En dan kunnen we hier rustig heen. Killen we deze loser van een. Nee. Ik wil niet gegeten worden door jouw meuk. Goed zo. Wat hebben we hier voor loot? Gold. Nou, is niet zo heel bijzonder. Curse of Vanishing. Nee. Nou, weet je wat? Laten we die lighter maar pakken. Hoppakee. Sky is the limit. Oh, we hebben hem. Wat heb ik dit best wel gemist in die lighter, hè? Wat heb ik in die lighter oprecht gemist? We gaan hem niet gebruiken, want anders gaat hij bijna stuk. En dat zou ook zonde zijn. Laten we even alle losers killen die hier staan. Zoals jij. Hey. Hoppakee. En dan zat er hier ook nog eentje. Zo, nou, dat is ook weer gedaan. Dan pakken we het mooie, prachtige hoofd hier wat hier staat. Die wil ik heel graag hebben. Jij bent een erg waardevol iets in mijn ogen. Jij gaat een leuk detail zijn in mijn kasteel, ja. 1, 2, hoppatee! We hebben hem. Yeah! Laten we dan ook, omdat we toch nog hier zijn, even dat ding looten. En dan kunnen we gewoon terug. Oh, dan kunnen we gewoon via die portal terug. Het is echt gewoon te perfect eigenlijk. Oké, waar ga ik landen? Oh, wow, wat een landing. Wat een landing. Ik land gewoon echt in het hoogste torentje hier. Wow, dat was echt nice gegooid. Oké, laten we kijken of hier nog iets bijzonders is. Ik denk het eerlijk gezegd niet, maar hè. Kunnen we maar beter even looten. Nou, laten we terug naar huis gaan. Het hele ding is geloot. Ik weet dat hij hier als... Nou, ik heb een enderman aangekeken. Hoppatee, en dan gaan we er doorheen. Juist, en dan, ik schrok even. En dan komen we weer veilig terug. En dan gaan we naar huis, want ik vind de end eigenlijk nooit echt een leuke plek om te zijn. Gaat altijd bij de dood hier. Kan wel zulke goede gear hebben. Je kan nog wel de beste zijn, maar als je gewoon in de void valt, is het klaar. Dan ben je gewoon je spullen kwijt. Zo, oh, dan worden we wakker in mijn eigen bed. Wat top. Springen natuurlijk in de portal, en dan kom je bij je bed terecht. Oh, dat is wel heel fijn. Dat je dan gewoon lekker in je eigen bedje wakker wordt. Alright, dan doen we mijn end spullen. Die doen we hier. Zo. Dan heb ik best wel wat shulker boxes. Denk je, dit zijn toch helemaal niet zo heel veel. Maar ik heb hier ook in mijn inventory. Mijn energies bedoel ik 16. En dan hier hebben we de 30. En dan kunnen we de maken. Oh! Oh, dat zijn er best wel veel. Het is dat ik niet meer kisten heb. Wacht even hoor. Oh my days. Wauw. Wat hebben wij veel shulkerboxen ineens. Kut is dat je ze niet kan stekken. Ze moeten eigenlijk even een losse kist maken. Ik denk dat die dan wel hier kan. Dat dit wel leuk is. Dit is gewoon mijn shulkerbox kist. Ook nieuwe armor is ook heel leuk. Die kunnen we eigenlijk als we willen gelijk gewoon even hier opplaatsen zo. Een nieuw zwaardje. Nou, is best wel een lijp zwaard eigenlijk. Zadeltjes erbij. Hey, kijk, we hebben ook een helmpje. Die kan er ook gelijk bij. Dan mis alleen nog maar de broek. Oké, maar wat doe ik met de dragon set en die lighter? Ik denk die lighter dat ik die nu wel even opberg gewoon. Ja. Ik denk dat ik die ook op een armor stand ga doen. Misschien even tijdelijk hier. Kijk, dan doen we de elytra even daar op mijn armor stand. En dan de dragon's head. Kan die er ook op? Hij kan er op. Dat vind ik eigenlijk wel een leuke plek voor nu gewoon eventjes. Laten we dat voor nu dalen. Vogeltje staat in het shot. Waarom doe je dat nou? Laten we die gewoon eventjes daar neerzetten. Tijdelijk. Vind ik wel een mooie plek zo. Alright, volgende aflevering gaan we die enchanten, jongens. Maar... laten we verder gaan met ons prachtige kerkje. Oh, daar heb ik oprecht zin in. Nu lekker weer te gaan bouwen. Mijn spulletjes liggen hier allemaal binnen. Mossel, het enige is jouw lead is weer weg. Dus ik kan jou niet meer vastzetten hier aan. Wat gaan we daar tegen doen? Ik kan leads maken. Heb ik slimeballs? Slimeballs kan ik kopen. En strings heb ik wel. Ik ga even een aantal leads maken. Want elke keer als ik terugjoin, is Mossel weer los aan het vliegen. Dat is ook een beetje vervelend. En ik kan hem niet laten zitten. Hoe vervelend het ook is. Je zou zeggen, laat hem gewoon zitten, Max. Nou, Mossel, kom eens hier. Dan ga ik het laten zien. Kijk, of zonder eten in mijn handen. Hij kan niet zitten, zie je. Heel vervelend. Het is de eerste keer dat ik hier ooit wat ga kopen. Hoeveel duur is het eigenlijk? 1 diamond, 16 slimeballs. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diamonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 diamonds. Hoppakee. En dan hebben we gelijk even een keer genoeg slimeballs. Nou, laten we bijna alle slimeballs dan even hier weg doen. We hebben echt veel te veel. En dan kunnen we gelijk... Kijk hoeveel leads we kunnen maken. Hier, 24. Dat is toch ook niet normaal? Nou, Mossel, waar ben je? Ik heb weer een nieuwe lead voor je om weer vast te zetten. Kom maar hier. Ik heb een plekje voor je, kijk. Doe je zo vastzetten. Hoppakee. Nou, kan je daar weer lekker gaan zitten. Alright, laten we deze kant hier even helemaal netjes maken. De puntjes erop zetten en dan de zijkant en dan alles helemaal afwerken. En dan gaan we de toren pas in de lucht brengen. Ik heb heel vaak gezegd dat ik het andersom wil doen. Dus de toren even wil doen en weet ik wat allemaal. Maar plans changed. En ik wil hetzelfde gaan doen als wat ik daar gedaan heb. Dus ik moet even kijken. Hoe heb ik dat gedaan? Oh ja, het was zeg maar ster erop die zo schuin, zo verkeerd omstaat. En dan daarop een wall. Dus. Stair, wall, stair, wall,
Ja, dit is een prima te doen, dit. Oh, er komen al zoveel details telkens langzaam verder, jongens. Dit is zometeen helemaal af, ik beloof het. Letterlijk alleen alles, behalve de achterkant, is zometeen af. En de binnenkant natuurlijk. Ja, de binnenkant moet je ook nog even verrekening mee houden, hè, jongens. Niet zo gek met z'n allen. Kijk het verschil al met dit. Dat die, ten eerste die puntjes op het dak zitten zoals dit. Oh, dit ziet er goed uit. Imagine dan daar ook zometeen glazen lood zit. Hier misschien nog een raampie. Oeh, dit gaat leuk zijn. Kijk, en zo creëren we langzaam ook een beetje die ramen hier aan de zijkant. Ook al zie ik dat er dan wel toch een beetje details hier nog in kunnen. Zoals dit. Oeh, of eentje hoger. Andersom juist. Zo. Ja, dat is beter. Dat is beter. Dat soort kleine dingetjes voegt zoveel toe, hè, jongens. Als je nou gewoon alleen af en toe even een klein gaatje in de muur zoals dit creëert, moet je zien het verschil wat het creëert. Kan hier ook een glazen lood in, net zoals daarboven of daar beneden bedoel ik. En dan nu naar de andere kant. En dan is het zo ook aan de andere kant gelijk gefixt. Oh, dit ziet er top uit, jongens. Dit ziet er leuk uit. Nou, ik moet hier nu ook even een soort vloertje. Ik wilde hier een vloertje in doen, helemaal. Maar ik denk dat ik hier een soort van die balkonnetjes kan maken. Dat je wel nog naar beneden kan kijken. Oké, nu is het tijd om de voorkant te doen. Dat zou ik al een tijdje geleden doen, zei ik. Maar dat is er niet van gekomen. Ik zei dat ik dit ging doen, maar uiteindelijk heb ik de zijkanten gedaan. Maar ik wil even weten hoe het eruit ziet. Ziet het er leuk uit? Oh ja, dat ziet er zeker leuk uit, jongens. Hoe verder ik bezig ben, hoe meer het echt gewoon. Ja, af is. Maar dat is ook logisch als je iets bouwt. Hoe verder je bent, hoe meer af het is. Oké, ik ga leuk iets doen. Ik ga op dit blokje staan. Ik doe nu een shot zoals dit, zo. En dan loop ik zo meteen hier terug naartoe. En dan krijgen jullie een transformatie met wat ik ervan gemaakt heb. Dus in 1, 2. En voilà. Jongens, we zijn zo een stuk verder. Ik heb een beetje details toegevoegd aan de voorkant. Nieuw glazen lood erin gedaan. Ramen toegevoegd aan de, helemaal aan de bovenkant. Overal sters en weet ik van dat. Waardoor het echt op een soort kunstwerk lijkt. Want ja, dat is het ding aan kerken, jongens. Een kerk in het echt is eigenlijk ook gewoon, vind ik altijd, een soort kunstwerk. Hoe dat in elkaar is gezet. Met zoveel details. En weet ik voor wat voor ons en allemaal. En ik wilde dat eigenlijk zoveel mogelijk een beetje nabootsen. En tot nu toe is dat wel gelukt, moet ik zeggen. Met allemaal overdreven random ster. Nou, random is het ook niet, want het is natuurlijk allemaal symmetrisch en zo. Ja, maar het ziet er wel heel leuk uit, jongens, deze kerk. Dit is wel een goed dingetje. Dus van de voorkant, de zijkant is hij zo goed als af. Van binnen, ja, natuurlijk nog niet. Nu moet ik alleen nog, ja, dat ik vertelde, de toren eraan maken. Maar dat gaat nog wel een klusje worden, hoor, om die eraan toe te voegen. Mijn glazen lood is ook zo goed als bijna op. Dan mijn blauwe, de rood en paars heb ik allemaal nog wel, maar ik moet even kijken weer voor blauw. En is het eigenlijk ook tijd om de omgeving hier even te maken. Niet als in heel netjes, maar een beetje uit te stippelen. Wat wil ik nou als begraafplaats hebben? En zou ik ook nog een pad hier naartoe hebben? Dit moet niet het enige pad zijn natuurlijk. Moet ook nog een pad zijn vanaf letterlijk het pad zelf. Kan ik vuurwerk maken? Dan ga ik er even één keer, wil ik even om mijn kasteel en zo heen vliegen. Ik heb natuurlijk nu die Elytra. Ja, er staat nog niet echt een Chalmers op. Dat ga ik ook pas volgende aflevering doen. Maar ik zou er omheen kunnen vliegen. Met mijn koningshelpje. Ja, ik zie er goed uit, hè, jongens. Dat kost het ook weer. Dat kost gunpowder. En papier. En papier heb ik denk ik wel. Ja, ik heb heel veel sugarcane. Daar kan ik vuurwerk maken. Best wel veel ook al. Echt behoorlijk veel. Laten we snel even een rondje doen. Nou jongens, de eerste keer met een Elytra. Hoppatee. Oh, laten we kijken naar mijn kasteel. Oh mijn god, mijn shader staat uit. Oh, maar deze, al die tijd stond mijn shader gewoon uit, jongens. Terwijl ik bezig was met het kasteel. Of met het, weet ik veel, met de dingen zien. We hebben niet eens het volledige effect kunnen zien van mijn... Oeh, zo. We hebben nog niet eens het volledige effect kunnen zien. Hier moet je zien. Oh, dit ziet er toch zoveel mooier uit. Oh, dit ziet er zoveel beter uit, jongens. Kijk nou, met shaders. Waarom had ik hem uitstaan? Ik heb hem altijd aanstaan. Maar omdat ik naar de end ging, had ik even mijn shaders uitstaan. En kijk mijn kasteeltje nou eindelijk een keer vanaf de lucht, jongens. Wat een... Ja, wat een bouwwerk is het eigenlijk ook, hè? Moet je zien. Nee. Oh, die kerk is trouwens wel echt lijp. Ik ga even van boven kijken hier. Zonder dat ik net met dat mooie shot dat ik zei van... Nou, ik doe even een shot van tevoren en de afloop. Dat ik mijn shaders ben vergeten aan te zetten zoals het hoort. Kijk nou. Oh, jongens, dit ziet er goed uit, hè. Hey. Hallo, dit ziet er echt heel goed uit. Wat leuk om echt gewoon een keer rond te vliegen hier. Dat heb ik nog geen één keer gedaan. Kan je ook mijn kasteel een beetje zien, zoals dit? Hoe het er... Het is een mega gebouw, joh. Niet normaal eigenlijk, hè? Nou, de kerk die de enige nadeel is, die vliegt gewoon letterlijk hier. Als in hier boven de, boven de afgrond. Ah, maar dat is geen probleem. Kasteel content, jongens. Laten we naar mijn slaapkamer vliegen gelijk. Hoppakee. Ik ga nog lekker slapen. Laten we die Elytra terug, want ik wil echt niet dat die kapot gaat. Dat zou me toch een partijtje zonde zijn, jongens. We stoppen in deze. Barrel hier. Halen we het appeltje uit en dan stoppen we vuurwerk. Want dit is mijn firework barrel. Vind ik wel goed eigenlijk. Wat heb jij voor mij te treden, meneer? Ik weet niet hoe jij hier in mijn kasteel bent gekomen, maar... Nou, je hebt niet echt... Je hebt een orange tulip. Is op zich wel heel leuk. Acacia, sapling, beetroot. Ja, boeien. Ik, jou heb ik niet zoveel eigenlijk. Weet je wat ik wel heb aan jou? Je lama's. Je alpaca's. Au! Ga je naar spugen? Au! Meekomen. Nee, meekomen. Je kan spugen wat je wil. Heel leuk. Maar jullie gaan gewoon heel even mee met z'n tweeën. Ik ga jullie een leuk plekje geven. Kom, kom. Dit zijn Flip en Flop. Dit, jongens. We hebben twee nieuwe diertjes voor in onze beestje hier. Flip en Flop. Kom er nou doorheen.
Er doorheen. Niet zo leuk doen. Nee. Straks ontsnapt nog een van de koeien. Doorheen. Er doorheen. Ja. Nu meelopen. Meekomen. Oh. Oh. Nee. Welke is dood? Huh? Nee. Ze hebben een van mijn dieren gedood. Er lag in één keer koeienvlees. Nu gaan jullie ook dood ook. Nu stikken jullie er maar in. Nee. Nee. Wie is er dood? Flip en Stip. Oh, Vlek 2.0. Nee. Ze hebben Vlek 2.0 ondergetuft. Hierabief. Nee. Ze hebben Vlek 2.0 doodgetuft. Ik had mijn friendly creatures opstaan, vandaar dat ze geen geluid maakten. Nee. Stip hebben we nog. Oh, waarom moeten alle vlekjes doodgaan? Auwe. Oh, ik denk ik neem ze maar mee, maar nu verdienen ze het ook niet. Nu moesten ze maar ook dood ook. Waarom moet er altijd een diertje doodgaan in mijn afleveringen? En ik doe het ook niet expres, hè? Vlek 2.0. Hoppakee. Nou, dan gaan we die even bewaren hier in de ender chest. Kunnen we wel bij het andere graf doen. Ik zag ook overigens heel veel comments, jongens, dat we Gerda zijn vergeten. En dat klopt. Gerda krijgt ook nog een graf. Want we hebben natuurlijk een Gerda 2.0. Maar Gerda 1.0 is natuurlijk ook gewoon dood gegaan. Free Gerda nog steeds. Rotlama's, jongen. Waarom moet jullie Vlek 2.0 nou weer doodmaken? Goed, jongens. Als je nog op dit punt in de video bent, laat even weten. Vlek 2.0 heeft dit niet verdiend, de reacties. Laat het even weten. Als je toch bezig bent, gelijk even liken, hè? Liken. En dan nu is deze video helaas ten einde gekomen. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik heb veel progressie gemaakt zoals je hier achter me kan zien. Er staat een hele grote kerk met weet ik wat allemaal heel leuk. Nu alleen nog de toren erachter. En ik blijf het zeggen. Ik heb al 100 miljoen keer gezegd. Deze zin. Nu alleen nog de toren erachter. Dat heb ik al veel te vaak gezegd. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt 4 flesje bier. Kijk zeker weten ook even deze video. Want deze video is heel mooi. Dit is gewoon een niet eens een leuke of zo. Het is gewoon een mooie video dit. En nu spreek je later. Glaasje water 4 flesje bier.